geleden, zondagmorgen jongens. Het is een tijd geleden dat we in de zon, in het droom, met mooi weer op een square mogen rijden. Maar vandaag de dag is een hele speciale dag. Ik mag namelijk eindelijk rijden in mijn droomauto, de BMW M4 GT4. Zoals jullie natuurlijk weten heeft de BMW M4 F82 altijd een bijzonder plekje in Mars. Stiekem zijn we ook weer op zoek naar een BMW M4. Maar een GT4 was altijd, is nog steeds gelukkig, een beetje buiten budget. Maar toen leerde ik recent Valentijn Gleven en Hendrik Gleven kennen van Gleven Reiswagens. En die waren tijdens de Czech Racing aan het racen met dus een BMW M4 GT4. En toen heb ik dus recent een keertje gewoon een soort van brutaal vraag gesteld van hey, kan ik die auto misschien huren voor een paar rondjes? En zei nou, huren misschien niet, maar als je gewoon langskomt, dan kijken we even of we wat moois voor samen kunnen maken. Dus kom langs, oppassen, het is mooi weer, dan gaan we rijden met de M4. We hebben alleen één probleem waar we net achter zijn gekomen. Dat is een soort decibeldag, of tenminste, we hebben een soort van emmertje, waar met z'n allen, iedereen die rijdt, cupauto's, GT4's, raceauto's, van alles en nog wat. En als dat mandje vol is met dB's, dan is het klaar voor iedereen. We zijn 4 rondjes onderweg met de BMW M4 GT4. En we hebben dus de eerste waarschuwing te pakken. Dus we zijn terug naar de zaak. En dan gaan we de uitlaat wisselen van de M4 GT4. Zodat we later kunnen gaan rijden met dus mijn droomauto. In de pitstraat. Ik ben een soort van bijgekomen, want wat ik net allemaal heb mogen meemaken was jongens niet normaal. Dit is echt serieus waar. Naast dus alle auto's die ik al een keertje heb mogen ervaren op het circuit waren vaak straatauto's omgebouwd naar raceauto's of natuurlijk een M42i cupauto van Davitec. Dat is cool, maar een echt motorsportproduct, GT4 licentie erop, dat is echt niet normaal. Mijn sim staat al best wel fanatiek afgesteld op het gebied van remmen, maar de eerste paar keer dat ik remde met deze auto dacht ik van nee, dit is remmen. Dat is remmen, het is werkelijk niet normaal. Ik hoop dat het een beetje overkomt. Maar wauw, Henry en Valentijn sowieso al wijs bedankt. Dit was cool. En ik hoop dat ik nog een rondje mag.
keer vond ik stiekem misschien wel een beetje spannend. Maar het is wel de eerste keer dat je remt, jongens, niet normaal. Ik denk dat ik dit volgende week nog zeg. De eerste keer dat je remt en je denkt van, oh ja, remmen. Ja, dat is anders dan een straat M2 blijkbaar. En nu 30 meter later? Nou ja, we hebben nog marge. Want ik heb met Milan meegereden. Toen wist ik helemaal niet wat er gebeurde. Dus er zit inderdaad nog ruimte in. Maar ik hoef geen recordpoging te gaan doen vandaag. Ik zal alles lekker heel houden. Dan ben ik blij. Lekker. Ja, en dit is het onderdeel van de video wat ik ook niet helemaal zag aankomen. Zoals jullie weten heb ik een hele mooie samenwerking met BMW Velaro waar ik super trots op ben. En gaan we hier een aantal hele gave auto's mee rijden. Nou, toen kreeg ik vanochtend een appje van Richard Sem. We hebben iets gaafs voor je klaarstaan. Een BMW M4 Manufacture Edition. En hetgene wat ik hier dan weer persoonlijk super grappig aan vind is dat ik aan het begin van de video zeg... We zijn misschien stiekem weer op zoek naar een BMW M4 Competition. Zoals jullie natuurlijk weten, heb ik er al eentje gehad. En heb ik eigenlijk altijd sinds het moment dat ik de auto weg heb gedaan, een soort van spijt. Dus ja, dat we dan hier al mee op pad mogen, deze waanzinnige BMW Individual Manufacture Edition. Ja, dat is al heel erg lekker op die maandag, hoor. Ja, ik kan er heel erg omheen gaan draaien, maar het voelt gewoon wel een beetje als thuiskomen dit. Moet zeggen, er zijn ook een hele hoop andere dingen ten opzichte van de BMW F82 M4 Competition die ik natuurlijk een tijdje heb gereden. Zo had ik een pre-facelift en is dit een facelift model. En daarnaast is een Manufacture Edition. Alle BMW Certified Dealers in Nederland hebben de kans gekregen om, op het moment dat deze uitkwam, een beschikbare BMW Individual lakkleur te kiezen zonder daar een meerprijs voor te hoeven betalen. En iedere BMW dealer in Nederland mocht er dus gewoon een keer gebruik van maken. En dan ging om een M3, M4 of een M4 Cabrio. Ja, dat kon gewoon. Als je dat mooi vond, dan kon je dus een nieuwe BMW M4 Competition in individual kleur, een Manufacture Edition, bestellen bij BMW. En verder is er denk ik eigenlijk niet zo heel veel anders. Het enige wat ik wel weet, dat ik hier heel erg graag in ga rijden. Ah, dit is zo goed, jongens. Het geluid van deze auto, deze serie, is zo onwijs lekker. En motorisch is er niks anders aan. Het is denk ik echt de kleur en het interieur, de combi hiervan, wat deze auto zo bijzonder maakt. En dat hij dus tijdelijk beschikbaar was voor BMW dealers. Je kon hem niet gewoon kopen als persoon bij een dealer. Het was gewoon de dealer die zei, ja ik wil hem, ja ik wil hem niet. Nee, ik wil hem niet. Een mooie BMW M4, want we hebben 450 pk, 550 Nm aan koppel, gewoon dezelfde automaat, gewoon hetzelfde interieur, maar genoeg daarover. Het klimmen van dit motorblok is zo onwijs goed, jongens, en jullie zullen waarschijnlijk een heel groot verschil horen met de raceauto waar we eerder in deze video in zaten. Ja, mijn auto, de BMW M4 die ik 3,5 jaar heb gehad, klonk ook anders. Maar, ja, het blijft gewoon een waar feestje. En we hebben hier een hele mooie tunnel. En die kan ik gelukkig stilstaan, want er is helemaal niemand hier. Het is niet zo dat deze auto zonder M-performance uitlaat iets tekort komt. Ik heb dit zo gemist. Ik weet ook gewoon niet waarom. Want we hebben al zoveel verschillende auto's mogen rijden de afgelopen tijd sinds ik de auto heb verkocht. En er is toch iedere keer iets dat ik zo'n auto zie staan dat ik denk van, ja, dat is hem gewoon. Dat was gewoon mijn auto. En ja, nogmaals, we hebben heel veel verschillende auto's gereden. En de BMW M2 is waanzinnig op de Nederlandse weg. Maar een BMW M4 is gewoon net eventjes dat stapje. Dat stapje extra. Dat extra rauwe, dat extra pure, dat extra scherpe, die blow-up.
Ik weet niet wat het doet en waarom ik zo op deze auto gefixeerd ben. Maar het is gewoon... Het is zoiets bijzonders of zo om in deze auto te rijden. En nieuwe auto's missen dat misschien een beetje voor me. Ik heb natuurlijk heel vaak al met een nieuwe M4 mogen rijden, een nieuwe M3 mogen rijden. En ja, dat was super cool. En ja, die auto, in het begin vond ik hem misschien niet zo mooi. Maar nu vind ik hem heel erg dik. En toch, als ik nu een nieuwe BMW M4 zou kopen in plaats van de BMW M2... Dan denk ik niet dat ik voor een G-serie ga. Dan denk ik dat ik voor een F-serie ga. En dan dus misschien wel een manufactuurder is. Want deze staat dus nu momenteel bij Van Laarhoven. Hij is net binnengekomen. Hij is nog niet gepoetst. Hij ziet er gewoon dik uit. En Richard zei, Sam, wil je er een rondje mee rijden? Nou ja, het is dat het maandag is. Want anders had ik het uiteraard niet gedaan. Maar ik vind hem wel lekker. Ik hoop dat jullie hem heel gaaf vonden. Heb je interesse in deze auto? Check dan even het linkje in de beschrijving naar de website van BMW Van Laarhoven. En verder hoop ik uiteraard dat jullie gewoon een hele leuke video vonden. We hebben gereden met mijn droomauto. We hebben gereden met een BMW M4. Wat ik niet had verwacht. Dus ik denk dat het een leuke video was. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie weer heel erg snel. Hoi!